Hartelijk welkom bij deze Bijbeloverdenking. Ik wil deze keer met u gaan behandelen gebed, het vergeten geheim. We gaan een welbekend gedeelte lezen vanuit Gods kostbare woord, namelijk uit Matteüs hoofdstuk 6, de vers 1 tot en met 18. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan heb gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. En wanneer gij vast, toon dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat, om niet bij het vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. Tot zover deze schriftlezing. En mogen de Heere zijn woord zegenen. Als mijn persoonlijke tekstvers neem ik het welbekende versje gedeelte uit Matteüs 6 vers 6. Dat is namelijk gemakkelijk om te onthouden. En ik bid of de Heere deze tekstvers op uw hart zal schrijven, zodat u dit nooit zult vergeten. Matteüs vers 6, 6. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Lieve mensen, de gehele wereld denkt in het algemeen veel aan gebed. Als iemand in moeilijkheden komt, zien we hoe snel deze persoon in gebed gaat. Zelfs heidenvolken zoeken iets om te bidden, of het nou de zon of een boom of een steen is. Maar wat een grote tragedie is dat de kinderen Gods eigenlijk te weinig bidden. Wij, die de levende God van Israël kennen, zijn in vele opzichten het geheim van gebed misschien al lang verloren. Of hebben het nog nooit ontdekt.
van wat het werkelijk betekent. Hoeveel christenen zijn het geheim om te kunnen bidden kwijtgeraakt? Weten christenen vandaag de dag nog wel wat het gebed werkelijk inhoudt of wat dit betekent? Wij zien bijvoorbeeld hoe de Mohammedanen op de dag van gebed hun winkels sluiten. Dat begint al op vrijdag. Hoeveel van ons christenen zullen hun bedrijven sluiten op een bepaalde tijd, zodat we een uurtje van gebed kunnen hebben? Hoeveel van ons eigen volk zullen dagelijks alles opzij zetten en een bepaalde tijd afstaan en zeggen: dit is mijn tijd voor gebed. Het is mijn tijd dat ik naar mijn binnenkamer ga en mijn achterdeur sluit en daar tot mijn hemelse Vader komt, die in het verborgen is. Hij heeft mij daar verborgen schatten weggelegd. Hij zei: als ik dat doe, zal hij naar mij luisteren in het verborgene. En hij zal mij in het openbaar vergelden. Wat een prachtige belofte. Maar u moet weten om uw deur open te maken en om uw deur te sluiten. Dit is een duidelijke handleiding. Hij, God de Vader, heeft beloofd om mij daar in het verborgen te ontmoeten. Als ik niet eens een kamer heb, dan moet ik een plek zoeken waar ik mij kan afzonderen met mijn God. Hij heeft met mij een afspraak gemaakt en een belofte gegeven. Hij zal die doen. Heeft hij ook zo'n tijd of een afspraak met God, hier in een verborgen geheim? We leven in de tijd waarin we het nodig hebben. We leven in een tijd waarin we dit geheim zullen moeten herontdekken. We leven in een tijd waarin we gedwongen worden om alleen te zijn met God. Niet alleen voor onze problemen daarbuiten. Want er is ook onrust in onze zielen. Er zijn lasten in ons leven. Dingen die op onze zenuwen werken. En in onze omstandigheden. Deze dingen verpletteren ons als we niet komen op een plek van rust en op een plaats waar we kracht kunnen ontvangen. Of hebben wij deze vers genegeerd, of hebben we God niet op zijn woord vertrouwd. Als u iemand ziet met een telefoon in zijn hand en hij praat heel serieus en bespreekt wellicht over de grootste beslissingstransacties die hij zal doen als zakenman. Maar je weet dat de telefoonkabel buiten is afgesneden en hij daardoor geen contact heeft, dan is dat een ramp. Ja, wat zou die man kunnen doen? Of dat we in tijden van terrorisme of in gevaar de politie moeten opbellen, terwijl de telefoonverbinding is afgesneden. Hoe verschrikkelijk zal het dan zijn als je wordt overvallen en terwijl niemand jou kan helpen? Als wij onze binnenkamer ingaan, geloven wij dan echt dat we met God contact maken? Zoals we geloven dat als we de telefoon horen oppakken, dat we kunnen bellen met de buitenwereld. Waarvoor bidden we? Bidden we alleen voor comfort? Bidden we voor kalmering? Bidden we voor ontvluchting? Er zijn veel mensen die geweldige troost vinden in het strelen van kalmerende muziek of kunst. Sommige mensen vinden gemoedsrust door uit te gaan in de natuur. Door de bomen, het groene veld, de stilte van de vroege morgen of in de avond wanneer de zon net is ondergegaan. De vrede die zo op de aarde neerdaalt. Daar is niets op tegen. Maar als dat alles is, dan heeft u nog geen mysterie ontdekt. U heeft nog niet iemand ontdekt die aan de overkant van de telefoonlijn was, die uw gebeden hoort en beantwoordt. Dit gebed, deze zoete uurtjes van gebed, is mijn tijd van mijn reunie met God. O lieve mensen, wij hebben een God die gebeden verhoort, halleluja, prijs zijn wonderbare naam. In Zacharia 12 vers 10 lezen we ook: ik zal over het huis van David
en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genaden en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Ik geloof dat we gedwongen zullen worden om in het verborgen geheim weer God te herontdekken. Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem, God, welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Lieve mensen, ik zeg u vandaag op een bijzondere wijze dat leven in angst niet prettig is. Want wij moeten staan voor de heilige God. Dat is niet gemakkelijk, want van nature zijn wij mensen tot zonde geneigd en we doen zonde. Maar het is een groot voorrecht dat we door de Heer Jezus, die onze zonde heeft weggewassen door zijn kostbaar bloed, weer voor de Vader kunnen staan in gerechtigheid. En daarom moeten wij een geheime plaats, een heiligdom maken. Je moet je hart ook voorbereiden om dat heiligdom wat je gemaakt hebt binnen te gaan. En als het een kamer is, de deur achter je te sluiten. Want je moet weten dat je naar de belofte van God hem gaat ontmoeten. Je gaat met hem in gesprek. Je gaat je hart blootstellen aan hem, zoals je dat nooit bij een ander zou kunnen doen. En dat is een groot voorrecht. Daarom bid ik, mogen de Heer ons genade geven dat we beseffen dat we in gebed gaan om gemeenschap met de Heer te houden. U weet, het is alleen voor onze Vader waar we echt ons hart aan kunnen blootgeven. Hoe heerlijk het is het om in zo'n moment, wanneer je van aangezicht voor God ligt of op je knieën, of misschien rondloopt met je handen in de lucht, of hoe dan ook, en dat je de Heere dank zegt. Zeg, Heere, hoe dank ik u dat u God bent, want alleen u zult begrijpen dat ik nu met u praat. Alleen u weet wat het motief is. Niemand anders zal het begrijpen, want hij zal een verkeerd motief eraan toeschrijven. Mijn woorden zullen misschien tekort schieten, maar Heer, of ik nu praat en of ik nu gewoon stil ben voor u, nu klopt mijn hart tegelijk met uw hart. Dit is mijn tijd van ontmoeting. Dit is mijn moment van hereniging met God. Prijs de Heer. Halleluja. Als u het te druk hebt om te bidden, bent u te druk bezig. Hoeveel onder ons hebben het wel niet te druk? Zijn die bezigheden, dus ons werk, in ons dagelijk leven dan zo belangrijk dat er geen uurtje van gebed af kan? Dat we misschien voor de Heer zeggen, Heer, er is te veel werk. Er is te veel moeite. Ik heb nu geen tijd om te bidden. Ik heb nu niet de tijd, Heer, om tijd met u door te brengen, misschien een volgende keer. Hoe groot is mijn verlies dan? Hoe kan mijn Vader mij in het openbaar vergelden, terwijl ik niets met hem in het geheim heb gedeeld? Ik heb hem dan niets gevraagd in het verborgene, dus hoe kan hij mij dan in het openbaar vergelden? Hij kan het immers niet waarmaken. We moeten ons afvragen, wat is gebed werkelijk? Wat betekent het om echt te bidden? Dit betekent dat ik voor mijn Vader verschijn, die alles al weet, en die aan hem alles zal openbaren. En wij hoeven niet bang te zijn om iets achter te houden, want hij weet immers alles al. Maar hij wil dat we dit tegen hem zeggen. Onze Vader weet alles. Maar hij wil dat wij met hem praten. Hij heeft voor mij een speciaal plekje gemaakt. En voor u. Hij heeft voor u zo'n plek gemaakt, zodat hij u kan verhoren. Laten wij dan naar hem toe gaan met onze verborgen zonden,
om die aan hem te openbaren. Er zijn dingen die je verkeerd had gedaan, die je graag aan hem wil vertellen. Onze Vader weet ervan. Hij wacht op ons. Hij wacht op ons dat we naar hem toe gaan in het verborgen om het aan hem mee te delen, zodat hij ons kan vergeven en het in het openbaar zal vergelden. En dan ontstaat er een verandering, want vergiffenis verandert een mens. Heb u daar wel eens met God de Vader over gesproken? Hebt u wel eens de deur achter u dicht gedaan en uw hart opengesteld voor God en gezegd: Heer, hier lig ik met een open hart. U ziet mijn hart, Heer. Ik deel het met u. U alleen kan vergeven. U alleen kan troosten. U alleen kan alles weer bijeenbrengen. U alleen kan het weer herstellen. Alleen u kan het dan doen. Hij wacht daarvoor in jouw binnenkamer. Jij met hem alleen. Ik ben er zeker van dat veel mensen gewoon opgeven. Veel christenen waarvan de zenuwen en de omstandigheden aan flarden zijn gerukt. En dat omdat ze nog nooit echt diep daarover met hun hemelse Vader hebben gepraat. De schrift zegt, als je dat doet, als je jezelf opent voor de Vader, dan zal hij je in het openbaar vergelden. Hij zal je vergeven. Hij zal jou herstellen en de wereld daarbuiten zal het zien. Hij zal ons belonen en hij zal ons herstellen ver boven van wat wij kunnen bedenken of van wat wij kunnen verwachten. Want vaak ga ik in de binnenkamer met mijn eigen wil. Heere, het is verkeerd. Heer, dit moet worden opgelost. Heer, dit heeft iemand mij aangedaan, enzovoorts. Wanneer je alleen en stil tot hem komt, dan kom je daar weer uit in je binnenkamer, maar dan niet in je eigen wil, maar met zijn wil. Dat is het mooiste als je ontmoeting hebt gehad met de levende God van Israël, die je Vader is. Is dit niet geweldig? O, hoe arm zijn we wel niet, hoe ver zijn we al niet verloren, omdat we de binnenkamer voorbij gegaan zijn. Hoe danken wij de Heer voor deze prachtige oude Bijbelboeken, dat Hij elke dag voor ons meer en meer opent als we erin lezen. Het is niet een mechanisch antwoord dat de Heer vaak aan u zal geven. Het is niet zoals de mathematische problemen 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4. En daar is het antwoord. Je zult niet altijd uit je binnenkamer komen met een kant-en-klaar antwoord, dat als een pakje is ingepakt met de antwoorden daarin. Je zult niet altijd uit die binnenkamer komen en meteen met de juiste antwoorden, want zo werkt dat namelijk niet altijd. Maar wat er ongetwijfeld wel zal gebeuren, is dat de Geest van God in je hart komt met een beter antwoord. En daarmee kom je met een betere oplossing. En dat omdat jij uit je binnenkamer komt, vervuld met de Geest van God. Je zal eruit komen met een beter antwoord. Je zult eruit komen met een betere ontmoeting. Je zult eruit komen met een betere ervaring. Je zal eruit komen als een beter mens. Want je hebt God ontmoet. Mogen de Heere genade geven, zodat wij dit beseffen. En tot besef zullen komen dat de Vader op ons wacht in onze binnenkamer. Dat we dan in die binnenkamer komen, maar niet met een onverschillige houding of met een haastige houding. Je maakt de deur van je binnenkamer open met een bepaald of gericht doel, met een gerichte actie en een gerichte handeling. En wanneer je de deuren achter je sluit, ben je klaar om die aanwezigheid van de Vader te komen. Het is voor ons van het grootste belang om in Gethsemane te zien hoe Jezus antwoord heeft gekregen in zijn menselijke natuur, toen hij voor ons daar aan het strijden was. Toen hij naar Golgotha ging, zei hij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
zelfs in de donkerste ogenblikken, riep hij uit: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Het was Gods wil en daarom heeft Jezus de kracht ontvangen om door te kunnen zetten, om zijn volk te kunnen verlossen. Gods wil is niet altijd onze wil. Soms heeft God voor u een wil die absoluut de dood van het vlees betekent. De dood van je eigen wil en je eigen plannen. Je zegt: Heer, help me met mijn kind, help me met mijn bedrijf, help me met mijn gezondheid. Ook al werkt het niet altijd zoals je het had verwacht of zoals je het had gevraagd. Maar de schrift zegt ons dat God ons zal antwoorden en hij zal ons in het openbaar vergelden. Paulus schrijft in Efeziërs 3 vers 20, hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werk bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hebreeën 10 vers 23, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Wanneer we naar het leven van de Heer Jezus kijken, dan zien wij hoe hij 3,5 jaar heeft gehad, waarin hij werkelijk zijn missie moest voltooien. Maar voor Jezus was gebed nooit een verspilling. Zeker niet van de tijd. Een van de kenmerken in het leven van de Heer Jezus was gebed. Ieder mens heeft een persoonlijkheid en die persoonlijkheid maakt een aanslag op iemand anders of op haar of zijn leven. Iedere persoonlijkheid beïnvloedt een andere persoonlijkheid. Sommige ten goede, sommige ten kwade. Mogen de Heer ons genade geven om beter te beseffen dat wanneer we onze eigen leven ernstig voor God onderzoeken, we zullen beseffen dat we onze eigen binnenkamers hebben verwaarloosd. Er is ook een binnenkamer voor de gemeente. Dat is een plaats waarin je als gemeente bij elkaar komt op het uur van gebed en voor God verschijnt. Als we naar de gebedsuren van een of andere gemeente kijken, dan zien we hoe dit bijgewoond wordt, of dat is ook gelijk een barometer van de geestelijke standaard en pijl van die gemeente. Je ziet dat er nooit veel mensen aanwezig zijn. Zijn ze te druk? Hebben ze te veel afspraken? Met andere woorden, de binnenkamer van de gemeente is dan niet belangrijk. Maar God wacht ook op ons als gemeente om voor hem als gemeente te verschijnen. God kan aan de gemeente heerlijke waarheden toevertrouwen. We kunnen dat alleen als deze gemeente samenkomt en over bepaalde dingen gezamenlijk bidden. Waarover je niet met andere gemeenten of kerken kunt bidden. Want ze zullen je namelijk niet begrijpen. En dat is wat wij als Ecclesia meemaken. Omdat wij voor het herstel staan van Gods volk Israël. Ze zullen het niet met je eens zijn. Maar ze zullen het ook niet eens zijn omdat je niet aan dezelfde gemeente behoort. Ik geloof dat Jezus gezegd heeft dat er een tijd gaat komen dat ze jou en mij zullen doden en ze zullen denken dat ze God daarmee een gunst doen. We zijn in deze tijden ook als een gemeente dat elke week samenkomt, ook voor de waarheden die we geloven, wat betreft Israël. We zien hoe vermenging wordt omhelst, zelfs in de kerken. Er heerst een grote druk betreft rassenvermenging. We worden gedwongen om ons te vermengen met andere volken. We weten hoe God hierover denkt. God heeft voor zichzelf een volk uitgekozen en God heeft zich een volk apart gesteld, juist om als licht voor de wereld daarbuiten te zijn. Maar dat licht is gaan vertroebelen. Dan kan ik niet eens het licht zijn voor deze wereld. We moeten bidden voor dit alles. Het bewijs dat God met ons is, is de bevestiging van Gods woord met tekenen en wonderen in ons midden. Dat was net zo als in de dagen van de apostelen. Dat was ook zo in de bediening van onze Heer Jezus. Wanneer een jongeman aan zijn vriendin vraagt of zij zijn vrouw wil worden, dan neemt hij haar apart.
Het zijn dan diepe en heilige dingen die hij met haar wil bespreken. En niemand anders zal dat kunnen horen. Dit is ook hoe het bij ons moet zijn. Ga in uw binnenkamer en met jouw deuren gesloten om alles met God te kunnen bespreken. We nemen een paar voorbeelden vanuit de schrift. In 2 Samuel, hoofdstuk 18, vers 33, lezen we dat David hoorde over de dood van zijn zoon en liep vervolgens alleen naar zijn bovenkamer en huilde daar voor God. En zei: Absalom, mijn zoon, Absalom, mijn zoon. We kijken naar 2 Samuel 18, vers 33. Toen ontroerde de koning, hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: mijn zoon Absalom, ach, dat ik in uw plaats gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. 2 Koningen 4, vers 33 en 35. Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hem binnen, achter hem beiden, en bad tot de Heere. Daarna ging hij bovenop de knaap liggen. Hij legde zijn mond op diens mond, zijn oog op diens ogen, zijn handen op diens handen en boog zich over hem neer. Daarom werd het lichaam van de knaap warm. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal in het huis op en neer. Dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen niezen de jongen 7 maal en opende zijn ogen. In Lucas 8, vers 54. Maar hij vatte haar hand en riep zeggende: Kind, sta op. In mijn eigen ervaring heb gezien hoe de Heer in vele gevallen grotere wonderen heeft gedaan, waar zieke personen werden genezen. Er zijn ook momenten van eenzaamheid waar God op een bijzondere manier kan werken. We kijken naar de schriftgedeelte waar Jesaja zegt over het volk en dat in Jesaja 26 vers 20 en 21. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamer en sluit uw deuren achter u. Verberg u een korte tijd totdat de gramschap over is, want zie, de Heere verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken. Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken. Dat is dus het moment van toorn van God. En zal dwingen om zijn volk in de binnenkamer te gaan. Er gaan tijden komen waarin wij als volk van Israël voor het aangezicht van God zullen moeten verschijnen en om genade aan de Heere te vragen. Deel in uw binnenkamer je geheimen met God, je zonden, je zwakheden, je verleidingen en je schande, de hardheid van je hart, de liefdeloosheid, die dingen waarvan de mensen om je heen niets weten. Sluit de deur achter je en vertel het aan de Heer en zie wat hij van jou zal doen in het openbaar. Zoek naar een heiliging. Zoek naar de vruchten van de Heilige Geest. Zeg tegen de Heer hoe ernstig je daarnaar verlangt. De liefde, de vreugde, de vrede, de langmoedigheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God begrijpt uw verlangen. Net zoals sommige liedjes dat zo mooi kunnen uitdrukken. Hij weet het en hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons. Wanneer hij ons vrede geeft, zal de storm voorbij gaan. Want ik weet dat de Redder om mij geeft. Een bekend liedje. Als je alleen voor God staat, wijst de Heilige Geest wel in wie en wat je werkelijk bent. Daar kun je hem vertellen van wat er in het diepst verborgen is in je hart en in je leven. Wat er werkelijk in je leven ook afspeelt. Waar gebed is een eenzame zaak. Als we kijken naar de Heere Jezus, dan zien we hoe hij voor en na elke grote gelegenheid altijd alleen was met God. In de woestijn of op de Olijfberg, en zelfs in Gethsemane. Ja, zelfs daar aan het kruis was hij alleen met God. Maar ook naar zijn grote aanwezigheid. Vaak nadat hij grotere wonderen had gedaan,
had hij de menigte weggestuurd om alleen te kunnen zijn met zijn vader. Hoe tragisch is het dat velen van ons nooit alleen willen zijn. We zijn blijkbaar bang om alleen te zijn. Zoveel mensen zijn bang voor de eenzaamheid van de binnenkamer. Maar daar is het juist waar we geestelijk gesterkt kunnen worden. Waar we geestelijk hersteld kunnen worden. Waar we geestelijk kunnen groeien. Psalm 23 vers 1 tot 3 zegt: een psalm van David: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. Velen onder ons hebben nooit ontdekt wat de ware betekenis van het leven. Je ontdekt jezelf alleen in eenzaamheid van gebed met God in je binnenkamer. Onze wens is niet alleen voor geluk in het leven, of geld, of roem, of toejuiching, of sociale erkenning. Onze behoeftes gaan veel dieper. Onze behoefte is het overvloedige leven, de vrede, de innerlijke harmonie en een rustige geest en gemoedsrust. En dat krijgen we pas als we alleen zijn met God. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6 vers 33, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Hij brengt hem in volmaakte vrede wanneer zijn ogen en verstand op hem blijven gericht. Want, staat er, wees stil en weet dat ik Heere ben. Psalm 46 vers 10 en 11 zegt: laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volkeren, verheven op de aarde. De Heere de Heerscharen is met ons, een burcht, ons de God van Jacob, Sela. Tot zover deze korte overdenking over het vergeten geheim van gebed. En dat is wat ik zelf opnieuw heb ontdekt toen ik een verlangen kreeg om mijn God te ontmoeten in mijn binnenkamer. En zo heb ik opnieuw ontdekt wat de Heer Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt met zijn kostbaar offer. Hij zal als koning van Israël alles herstellen. Zijn volk, zijn gemeente, de aarde, alles komt op zijn plaats. Wat een geweldige heerlijkheid. Hebt u een behoefte? Vertel het aan uw vader. Ga in uw binnenkamer en kom daar verkwikt weer uit. Dat wens ik u toe in Jezus' naam. Amen.